Goedemorgen allemaal. Vandaag is het Nationale Stoepkrijtdag. Volgens mij Internationale Tafeltennisdag. En het is ook Internationale Sportdag. Ja, wat moet je daarmee? Laten we maar weer gewoon wat gaan tekenen. Iets wat daar, een combi of zo daarvan. We kijken wel eventjes. Doe je weer mee? We gaan er gewoon weer wat moois van maken. Ja, vandaag Stoepkrijtdag. Maar ook de Wereld Tafeltennisdag en Internationale Sportdag. Nou, laten we eerst maar eens even beginnen met die stoepkrijtjes. Vaak zijn dat van die ronde staafjes. Dus laten we die dan maar ook even tekenen. Zo. Die zitten natuurlijk gewoon in een doosje. Zo. Het is goed donker natuurlijk daarbinnen. Zo. Nou, het past er geen. Ik zeg altijd eerst het woord schrijven en dan pas hetgene eromheen tekenen. Nou, ik stap alweer in mijn eigen valkuil. Nou goed, het past er niet helemaal op, maar we weten nu wat. Nou, hier staat waarschijnlijk iets van een tekening op. We laten hier ook nog even een krijtje liggen. Nou, het is afgebroken. Zo. Goed, stoepkrijtje. Moet die stoep natuurlijk misschien ook nog tekenen. Zo. De stoep. Goed, stoepkrijt. Natuurlijk nog schaduw kun je hier aangeven zo. Dit zou hier nog met kleurtjes kunnen werken natuurlijk. Een doosje stoepkrijt. Maar het is natuurlijk ook Internationale Sportdag, dus laten we ook wat sportdingetjes tekenen. Even kijken. Dit is misschien wel leuk zo. American voetbal. Zo. Een basketbal. Even kijken. Zo. Zo is dat ongeveer, hè, een basketbal. Hier ook nog zo. Ja, dat is wel een aardige basketbal zo. Dan kan ik ook weer wat. Deze ook nog zo, wat schaduw. Tennisbal. Dat zag ik trouwens bij een striptekenaar. Die had een tennisbal getekend. Dat was wel leuk. Kijk. Zo kijkt hij droevig, zeg maar.
En andersom kijkt hij extreem blij. En had hij hier een spreekwolkje bij gezet. Why do you laughing at me? Tegen die andere. Ja, dat is wel leuk natuurlijk. Waarom lach je naar mij? Ja. Een honkbal kunnen we ook nog tekenen. Het ziet er weer anders uit. Die heeft dan zo van die streepjes. En dan hebben we natuurlijk ook nog de voetbal. Dat zit trouwens ook in de basiselementen. Een cirkel. Ja, voetbal is weer wat lastig. Want daar zit hij van die... zwarte vlakken op. En die staan dan weer in... zijn weer onderbroken door witte vlakken. En dan zit hier weer een zwart vlak. Ze hebben altijd... ja, zie je, het is, dan kom je alweer in de knoei met je andere vlak. En dan loopt het ook nog eens rond. Dus een voetbal is niet het makkelijkste om te tekenen. Maar goed. Als je dit zo tekent, weet iedereen al wel dat je een voetbal bedoelt. Zeker als je er dan nog wat gras bij tekent zo. Dan heb je een voetbal. Ik zou zeggen, ga hier lekker mee aan de slag. En ja, dus stoepkrijt of balsporten. Er zijn natuurlijk nog allerlei andere sporten. Daar kan je ook nog dingen voor verzinnen. Die zou een schaats kunnen tekenen of een ski. Ja, je weet, ik ben niet zo van de sport. Dus... dit is al een hele opgave. veel succes en ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen!